Heel goedemiddag jongens en meisjes, welkom. Ik ben Jules de Costa en ik ben jouw host van vandaag. Hier in deze zaal is waar alles gaat plaatsvinden. De jongen krijgen dan de gelegenheid om te tonen wat ze in huis hebben. Daar, achter, zit ze met vol spanning te wachten op hun talenten te laten zien. Dus daar ga ik naartoe, daar kom ik straks op terug. We zijn hier op dit moment met de eerste deelnemer. Degene die nu de kans krijgt om te laten zien wat ze in huis heeft. Jessica. En, hoe gaat het met je? Is het goed voorbereid? En wat ga je aan de jury vandaag laten zien? Hij gaat dansen. Ja? Oké, dan heel veel succes en tot straks. Ja? Oké. Kom maar halen. Oh, dankjewel. Jee, ben je! Ik zie een blije gezicht. Serving you is the best thing that could ever happen in my life. Jesus, you know me need ya. Got me just for 15. Serving you is the best thing that could ever happen in my life. Me bills them doing me no care. Me praise him anytime, anywhere. In a despair, he will be there. He's a God who loves and who cares. Me serve a God who will take care of me. Heal the blind man, set the captive free. When you need him, just receive him. Him give me good food. Yeah. Serving you is the best thing that could ever be in my life. Zoals je ziet, heel veel kleine gezichten. Dus Efrem, hoe was het? Ja, hij viel wel heel erg. Heel veel succes, proficiat jongen, tot de volgende keer. Oké, zoals je ziet, nog de tweede tickets weer gegeven. Dus nou mag de derde talent laten zien. Tot straks. Noëlla? Ja, Noëlla. Noëlla. Ja, hoe oud ben jij, Noëlla? Ik ben 19 jaar oud. Oké, en wat ga je doen? Ik ga liedje zingen. 19? 19, ja. Welk liedje ga je zingen? Leanne Rimes met Life Goes On. Crack and wine, baby, I will give to you worried out. You left me lying in the pool of that. You're still thinking of the daddy Mac. You shouldn't know better, but you didn't. Now I can't go back. Oh, life goes on. And it only gonna make me strong. It's a... Zoals u het hoort, Noëlla is nu aan het zingen. En tot zover ik gehoord heb, ze heeft heel goed gedaan. Dus laten we wachten tot ze naar buiten komt. Baby, shame on you if you fool me once. Shame on me if you fool me twice. You've been a pretty hard case to crack. You shouldn't know better, but you didn't. Now I can't go back. Oh, life goes on. Kom maar halen. Dankjewel. Dankjewel. Zoals je ziet, het is een blije gezicht die nu naar buiten komt. En, hoe heb je het ervaren? Ik was keizenuwachtig. Hoe komt het? Ja, ik weet niet, ik kwam daar en ik zag die gezichten allemaal naar mij staren. Ik dacht, maar ja. Maar je hebt van tevoren gezegd dat je goed hebt voorbereid, dus? Ja. Ja, ik weet het niet. Ik ben gewoon slapeloos even. Het allerbelangrijkste is dat je er door bent. Dus laat zien jouw ticket. Dus Noëlla, kom maar halen. Dankjewel. En neem deze koffie. Zo, nog een blije gezicht. In
deze zaal vond de eerste auditie voor de Showtime plaats. Maar natuurlijk zijn we heel benieuwd naar de meningen van de juryleden. Wat vonden ze ervan? En dit komen we erachter als we hun gaan vragen. Dus kom maar mee en gaan we meteen naar de juryleden. Oké, dus het is wel vast dat een paar mensen volgende week naar huis gaan. Ja, dat zeker. Oké, okay. Heeft u misschien ook al een favoriet? Iemand die denkt van, god, is goed genoeg om door te gaan naar de live show? Ja, dat u, was... U heeft natuurlijk, niet de naam zeggen, maar u heeft wel wat favorieten. Ja, precies. Oké, okay. Dus Sandra, vertel ons. Wat heb je ervaren van de eerste live shows? In ieder geval, eerste auditie. Nou, ik vond het eigenlijk heel dapper dat ik eigenlijk mee heb gedaan. Mm-hmm. Dus dat sommige dingen ook met je bang en je durfde en die toch kwamen. Dat vond ik al echt een pluspunt voor hen. Mm-hmm. We hebben wel mensen gezien die goed waren en iets minder twijfel gevallen. Mm-hmm. Maar we hebben kritiek gegeven. En ik hoop dat ze volgende week dus dat voor ons hebben aangenomen dat ze meer gaan verdienen. Van vriendjes gezien, die moeten wel zijn eigen capaciteiten meer uitbreiden. Mm-hmm. Alleen ik denk wel, ze moeten zich wel beter voorbereiden en echt goed weten wat ze gaan doen. En bij realiseren dat het een showtime is, dat ze ook een show moeten weggeven. Mm-hmm. Dat is alleen voor ons niet staan, want er komt daar gewoon meer bij kijken natuurlijk. Dus ja. Als ze daar wat meenemen met die tips die we hebben gegeven, met kritiek, opbouwende kritiek, komt dus zoals je net van de jury hebt gehoord, er zijn talenten in deze show, er zijn talenten in de jongeren. Dus de jongeren, wat we moeten doen is volgende keer verbeteren waar ze de tips op gegeven. Dus, nogmaals, het is showtime. Dus laat ze maar laten zien wat ze in huis hebben.